Alleen de VVD is er nog en nou ja, er zijn toch tal van mensen die verwachten dat als Rutte vertrekt, dat ook de VVD, laten we zeggen, zo'n middenpartij wordt. Hè? Misschien wel 20 plus zetels in de Kamer, maar dat de kans dat ze met 40 zetels komen, zeker niet als Schippers de boel gaat leiden, die nu langzamerhand toch wel vrij zwaar beschadigd is geraakt door haar zonderlinge bewind en pensioenbewind bij de staatsmijnen. Want dat is wel een heel, heel raar verhaal, moet ik je zeggen. Dat zijn wat je noemt Amerikaanse toestanden. Precies, en jouw kwaliteitskrant, jouw geliefde kwaliteitskrant. Ja, die had daar een mooi onderzoekje naar. Leg het even uit voor de mensen die het gemist hebben, wat er gebeurd is. Nou ja, het DSM, waarvan Schippers dus jarenlang na haar vertrek uit de politiek president-directeur is geweest. In ieder geval directeur Europa of zo, weet ik wat er stond. Dat had een welgevulde pensioenkas, maar heeft zich enige tijd in zwaar weer bevonden zakelijk gezien. En is toen met die pensioenkas gaan rommelen. Ik zal de details allemaal nou niet zo uitleggen. Die kunt u zo nalezen op het internet als u dat wil. En dat heeft ertoe geleid dat ze die pensioenen voor die voormalige werknemers, die gegarandeerd waren dat ze die niet aangepast hebben aan inflatorenontwikkelingen. Dus die zijn niet aangepast aan de, wat bij het ABP overigens ook niet het geval was, jarenlang. Maar goed, ondertussen hebben ze de pensioenpot van een voormalige directeur wel ruim aangepast. En ja, nu blijkt de feite dat door dit wanbeheer van dat pensioenfonds, dat het van een van de rijkste pensioenfondsen van Nederland een van de armste pensioenfondsen van Nederland is geworden. Dat is een ronduit schandalige toestand. Anders kun je het niet noemen. Waarbij bovendien degene de direct betrokkenen in het duister zijn gehouden, doordat ze niet voldoende geïnformeerd werden over de gang van zaken. Dus die worden nu geconfronteerd met ja, een te laag pensioen? Ja, zeker. Behalve Fijke Siebesma, hè, de oude baas. Ja, dat is diegene die 2,2 miljoen extra in zijn pensioenpotje heeft gekregen. Wat me ook nogal ruimhartig leek. Maar goed, dat zal aan mij liggen. Ja, dat is een drama. En ik weet niet of ze daarmee wegkomt. Met dit. Dit is natuurlijk ontzettend beschadigend dat ze dat zo gespeeld heeft. En hoe valt Schippers dit aan te rekenen? Dat ze bijvoorbeeld wist wat er aan de hand was en dat ze dat niet bekendgemaakt was. Zij wist dat een aantal centrale documenten heeft ze onder de pet gehouden, zoals dat zo treffend heet. Nou ja, als je het leest, het hele verhaal, het is een heel beschamende vertoning. Waarom ze dat in godsnaam zo gespeeld heeft, mag Joost weten. Ze heeft gereageerd. Waarom mensen altijd weer denken dat ze met dit soort van semi-legale oplichterij weg kunnen komen, ik zou het niet weten. Ze heeft een berichtje op LinkedIn gezet en ze zegt, wellicht hebben jullie het NRC-artikel gelezen en roept dat vragen op. En dan zegt ze, ik vind transparantie erg belangrijk. Ja, altijd te laat. En dan zegt ze, dat is ook de reden waarom de gegevens waarnaar NRC verwijst destijds zijn gedeeld met de Raad van Toezicht van PDN, met het verantwoordingsorgaan van PDN en met de werkgever DSM en de vakbonden en met de vereniging van DSM gepensioneerden, met DSM Next, kortom met alle stakeholders van PDN. In de statements op de website van DSM en PDN kun je de feiten nog eens rustig nalezen. Waarmee ze dus zegt, het was wel bekend eigenlijk. Nee, nou ja, uit het artikel wordt eigenlijk vrij overtuigend aangetoond dat ze het meest wezenlijke document onder de pet gehouden heeft. Het blijft natuurlijk ontzettend gek dat de omgang met dat pensioenfonds, daar hadden ze met hun fikken af moeten blijven. Dat is ook een beetje een Amerikaanse praktijk, dat als het je wat minder gaat, dan ga je gewoon schep uit de pensioenpot. Dan moet erbij gezegd worden dat we in de jaren 90 dachten dat de bomen de hemel ingroeiden en dat er überhaupt op vrij aanzienlijke schaal uit de pensioenpotten geschept is, of dat tijdelijk geloof ik de pensioenafdrachten gestaakt zijn. Ja, wanbeheer. En onvoldoende idee van hoe belangrijk pensioenen zijn. En dat je zekerheid aan mensen belooft. En dan moet je die zekerheid ook bieden. En dat, nou ja, daar zijn ze hier lelijk tekortgeschoten. En kijk naar de bedragen die genoemd worden. Dat ligt er niet om. En hoe schadelijk is dit voor haar persoonlijk? Zeer schadelijk, zou ik zeggen. Ik zelf, voor zover ik dat stuk heb gelezen. Ja, je zou natuurlijk haar berichtgeving heb ik natuurlijk niet gelezen. Dat spreekt. Al denk ik dat de NRC zal toch wel met haar gebeld hebben. Zeg, we komen eraan met een stuk. Kun je eens kijken wat je ervan vindt. En kennelijk geen
dringende noodzaak hebben gezien om te zeggen, nou, misschien zijn we wel een beetje streng geweest. Nee, het is een streng stuk. Ik denk dat ze daar moeilijk mee wegkomt en dat het een enorme smet op haar blazoen is. Want zij is natuurlijk het gezicht van de VVD nu richting de verkiezingen. Dus denk je dat kiezers haar dit kwalijk gaan nemen? Nou ja, je weet hoe kiezers zijn. Hè? De modale kiezer, ik heb het vaak genoeg gezegd, heeft het geheugen van een renaal. Dus dat zal zeker deze week. En bovendien is de vraag hoeveel kiezers de kwaliteitskrant lezen. Laat staan een enorm lang stuk in de kwaliteitskrant. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar ik neem aan dat er ook in de, laten we zeggen, de talkshows en dat soort van kanalen aandacht aan zal worden besteed. Je weet, ik ben nooit een kampioen van Schippers geweest. Dus, nou, nogmaals, de opvolging van Rutte is hiermee in ieder geval een nog weer veel onzekere zaak geworden dan die al was, denk ik. Niet voor niks moeten we ineens horen dat die Jezil Gusse, hoe je dat uitspreekt, zo geweldig leuk doet en nou ja, misschien ook wel een potentiële opvolger is. Maar ja, die is natuurlijk veel recenter in de hoogste kringen binnengestroomd. Mijn indruk is dat Rutte zelf helemaal niet opgevolgd wil worden. Die gaat nu voor het record van dingetje in Duitsland. Merkel. Ja. Ja. Dat is 16 jaar, dus dan kan hij er weer 4 jaar aanplakken. Ja. Het is natuurlijk wel zoals je ik weet niet of ik het nog bij leven zal meemaken dat we een andere minister-president krijgen. Het is natuurlijk wel zo, als jij mee zou gaan doen aan de verkiezingen, gaan journalisten natuurlijk graven om te kijken of ze iets vinden. Dus dat is bij Schippers natuurlijk ook gebeurd. Ze zijn natuurlijk gaan zoeken. Ik weet niet of dat zo gelopen is. Ik heb geen idee hoe deze zaak naar boven geborreld is. Maar ik begreep dat er al eerder door allerlei belanghebbenden geprotesteerd was. Hmm. Die hebben deels individueel geprotesteerd. Nou ja, lees het stuk zou ik zeggen. Maar ook, ja, men begon wel aan te voelen dat er een nattigheid was.